Een goede morgen. Ja, het is echt goeie, of tenminste morgen. Het is nog nacht buiten. Ik zit hier om 7:30. En ja, ik kon niet meer slapen, dus dan ga je er maar uit. Hè? Ja, wat ga ik vandaag doen? Dan ga ik vandaag trainen. Ik heb alleen hier ontzettende pijn, of tenminste. Het doet auw. Het is geen echte pijn. Maar ik denk dat ik gisteren even wat enthousiaster geduld heb. Maar dat zien we allemaal wel. Nou, dus ik ga weer trainen. En vanmiddag komt je net, dus het wordt geen fietsen. Ja, wat heb ik als ontbijt? Nou, we hebben een aantal Griekse yoghurt met kaneel en 2 eitjes. En Punk is geïmplodeerd door de eitjes. Dus. Maar ja, ik wou gisteren, de kaneel was gisteren op en daar moest ik gisteren een nieuwe halen. Dan hebben ze alleen zo'n zakje en dan schiet je ermee uit en dan is er wat je hele yoghurt bruin. Dus. Oh ja, en een vitaminepil, die moet ik ook nog slikken. Nou, ik zou zeggen, tot vanmiddag. En ook de groeten van Punk. Kijk, Punk zegt ook gedag. Nou, ik wens u allemaal een prettige dag. Hey, goedenavond. We zijn aangekomen bij je. Wat eten we vanavond? Ja, u zal het filmpje hebben gemist van tussen de middag van de lunch. Want toen was je net er al en zit te kletsen en ik ben het helemaal vergeten. Dus. Nou, wat eten we vanavond? We eten vanavond curry met broccoli en met tomaat en tofu. Dit hebben we nodig. Rijst. Ik gebruik altijd de rijst van de Exxon. Tofu. Ongeveer de helft. Rode currysaus. Of pasta. Broccoli. Wat tomaten. En ik heb vergeten een ui erbij te zetten. Die moet grof gesnipperd worden. Het hele recept vindt u weer op roberswereld.nl/. Dus schuine streep, WordPress 2. Ik ga even kopen. We zitten weer aan tafel, even de dag doornemen. Maar eerst even laten zien wat ik gemaakt heb. Rode curry met tomaat en broccoli en tofu. Dus het hele recept staat op roberswereld.nl/WordPress 2. Ja, dat zei ik met het bereiden van het eten, met het kopen. Zei ik nog zo een filmpje missen. Maar ja, als je net die zat al op de stoep hier zo, toen ik aankwam van de sportschool. Wat heb ik vandaag gedaan? Nou, ik heb weer een half uur gelopen onder 10%. Maar ik heb het nu teruggebracht naar 25. En ik heb gefietst, ook weer 35 in. En ik heb aan mijn rug gewerkt. Want aan mijn schouders kon ik vandaag niet. Want hier zit een kap. Doet zeer. Dat laat ik maar even gewoon even met rust. En ja, voor de rest.
Dus ik heb chest power, chest pull gedaan. Ik heb mijn rug gedaan met twee apparaten. Ik heb op buikspieroefeningen gedaan. En toen dacht ik, nou, het is 11:30, ik ga naar huis. Dan kan ik nog eventjes afwassen. Als Jeanette komt, ja, die kan niet. En de peven, ik heb weer leuk nieuws over de peven. Ja, weet je dat ze beginnen nu al te modderen aan Diederikje. Zo'n, dat hij alles verraden heeft. En met de VVD, nou, het gaat goed met die partij hoor. Nee. Nog eventjes, en Diederik is, kan hij premier worden van zijn eigen land, de wc-pot. Dus ja, voor de rest is er weinig nieuws. Ja, de directeur van het Zaantheater is afgetreden. Nou ja, afgetreden. Hij is met pensioen. Misschien gaat hij nou eens, wat meer. Gekke vader, die stond er gelijk bij. Dus ook weer van de PvdA. Ik kan wel zien. Ze is moddervet. En, mijn vader zei vroeger altijd, vette mensen zijn volgevreten VVD'ers. Maar volgens mij is het bij de PvdA precies hetzelfde. Dus. Nou, ik ga even eten en ik zie jullie morgen.